onvolledige menselijke schedels in een kring in een mesthoop, omringd door gestapelde botten van koeien en potscherven. Promovenda Annette Nieuwhof raakte zo door deze archeologische vondst geïntrigeerd dat ze er haar promotieonderzoek op baseerde. Haar conclusie is verrassend. Nou, hier is het allemaal mee begonnen, mijn onderzoek. Dit zijn 8 menselijke schedels en die zijn in 2000 gevonden tijdens een opgraving in de wierde Englum in het Groninger Reitdiepgebied. Sommige zijn nog intact en andere zijn nogal gehavend. Ze zijn behoorlijk oud. Ze stammen uit de 3e eeuw voor Christus, de ijzertijd. Ik heb het altijd een heel intrigerende vondst gevonden. Want waarom lagen die schedels daar nou eigenlijk bij elkaar? En in de vorm van een cirkel nog wel. En er lagen nog andere vondsten bij, koeienpoten en aardewerkscherven. Wat was daar eigenlijk de betekenis van? Mijn onderzoek beweegt zich eigenlijk op het raakvlak van archeologie en theologie. Dat heb ik ook gestudeerd ooit. Naar aanleiding van deze schedels heb ik onder meer onderzocht wat nou eigenlijk het grafritueel was wat men in die tijd had. Ik denk nu dat men meer dan één manier had om met de doden om te gaan. En één van die manieren, waarvan ook deze schedels het resultaat zijn, dat was excanatie of ontvlezing. Ik denk dat men de doden ergens neerlegde totdat de weken delen waren vergaan. En honden speelden daar misschien ook een rol bij. Als dat proces voltooid was, dan werden de overgebleven botten verzameld. En die werden bewaard en soms ook weer begraven. En dan met name in en bij huizen. En op die manier, denk ik, creëerde men als het ware voorouderlijke grond. Een soort thuisgevoel, kun je je voorstellen. Daarnaast is er ook sprake, denk ik, van een voorouder-cultus. Er zijn aanwijzingen dat men ook offers bracht aan de voorouders. Je kunt dus wel zeggen dat de mensen in de tijd een heel ander grafritueel hadden dan wij. En dan wij normaal vinden. Maar ik denk niet dat dat was uit gebrek aan respect voor de doden. Dus in mijn proefschrift laat ik zien dat de dood en ook het leven omgeven waren met allerlei rituelen, net als dat bij ons het geval is. Alleen had men in de tijd wel heel andere rituelen dan wij.